Afro-Surinaamse identiteit moet worden versterkt vanwege de continu herschreven geschiedenisfeiten van ons land. Dit zegt geschiedenisdocent Mirjam Plet. Het tijdvak 1 januari 2015 tot en met 2024 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het internationaal decennium voor mensen van Afrikaanse komaf. Aan het eind van dit jaar loopt dit decennium ten einde. Tegen deze achtergrond aan is het belangrijk dat de huidige en toekomstige generatie het belang over haar eigen authentieke geschiedenis leert kennen en begrijpen. Plet gebruikt het voorbeeld van de drie vrijheidsstrijders, Kodjo, Mentor en Present, in vergelijking met wat de Eurocentrische geschiedenis voorschrijft. Die Europeaan criminaliseert ze. Die Europeaan noemt ze de drie brandstichters. En hij geeft er eigenlijk een andere benadering over, want hij let weer op een andere achtergrond dan wij met een Afrikaanse roots dat doen. Dat aspect van verzet noemt hij niet eens. Hij kijkt alleen maar naar de schade die is aangericht aan zijn eigendommen. Dit maakt dat wanneer we de geschiedenisboeken inkijken, we dan onze mensen nooit positief belicht zien staan. Het is volgens Plet daarom heel belangrijk om te doen aan herschrijving van onze eigen geschiedenis en een andere benadering op na te houden. De geëmancipeerde visie moet worden tentoongesteld. Dit zal zorgen dat de jeugd meer te weten kan komen over echte Surinaamse geschiedenis. Want succesverhalen die maken dat mensen trots zijn op hun identiteit. Hetgeen dan de Afro-identiteit zal versterken. Vandaar dus dat het van eminent belang is om die Afro-geschiedenis te herschrijven en het door te geven aan de jeugd. We gaan dan moeten cultiveren wat van ons is. En ik zie een oplossing in het feit dat wij als Afro's ons meer moeten gaan verdiepen in onze eigen geschiedenis, zodat je dus veel meer kennis gaat vergaren hierover. Het vergaren van kennis maakt dat je dan ook beter de succesverhalen naar voren kan brengen. Deze aanpak zal ervoor zorgen voor behoud van wat van ons is en welke de authentieke geschiedenis met de originele feiten is.